gaat iets veranderen bij de zorgzaak. Dit papieren zorgdossier zal worden vervangen door een app op een smartphone. We gaan even kijken hoe dat zit. Sietske, de papieren zorgdossiers zoals die thuis bij de cliënt liggen, die gaan verdwijnen. Daar wil ik wat meer over weten. Hoe zit dat? Ja, dat klopt. Wij gaan over op digitale dossiers, waarbij de zorgverleners die bij de cliënt komen via hun smartphone voortaan de rapportages erin zetten. Waarom heeft de zorgzaak hiervoor gekozen? Omdat het de zorgverlener heel veel inzicht geeft in de situatie van de cliënt. Ze hebben alle informatie gelijk bij de hand. Kunnen ook voordat ze naar de cliënt gaan al even kijken van wat moet ik eigenlijk precies doen bij de cliënt. Dus het heeft heel veel voordelen. En de cliënt, hoe kan die dan in het dossier kijken? Het is de bedoeling in eerste instantie dat onze zorgverleners natuurlijk eerst het systeem heel goed leren kennen hoe dat allemaal werkt. En dat daarna onze cliënten daar zo goed mogelijk in meegenomen worden. Dus die zullen daar ook, zal verteld worden van hoe werkt het en hoe kunnen zij ook goed in het dossier kijken wat er over hen gerapporteerd wordt. En hoe werkt dat dan? Hoe kunnen zij kijken in het dossier? Doen ze dat zelf of kunnen ze dat laten doen? Hoe gaat dat? We gaan ervan uit dat het digitaal zorgdossier is eigendom van de cliënt. Ze krijgen een code en met die code hebben ze toegang tot het dossier. Is een cliënt nu, zeg maar, dat hij zegt ik ben daar niet zo handig in, dan kan die ook of een familielid of partner vragen van wil jij mij helpen om goed in mijn eigen dossier te gaan kijken. Dat is handig en kan het ook op afstand? Bijvoorbeeld een dochter in Rotterdam, die kan dan als de cliënt het wil toegang krijgen of hoe werkt dat? Ja, dat is heel goed dat je het zegt. Inderdaad, als er toestemming is van de cliënt, dan kan die ook voor de dochter in Maastricht bij wijze van spreken toestemming geven om in het dossier mee te kijken. En via dossier kan ook met de zorgverlener gecommuniceerd worden. Dus dat wordt ook heel erg handig. Madelon, jij bent vanaf het begin af aan eigenlijk betrokken geweest bij het inzetten van het digitale dossier. Wat vind jij ervan? Ik vind het leuk. Ik vind het prettig om mee te werken. Het geeft een goed overzicht en ik kan daardoor beter mijn werk doen. En de medewerkers in je teams, hoe is het bij hen gevallen? Ik vind het over het algemeen positief. Er zijn natuurlijk best mensen die het lastig vinden en die het ook best gewoon het werken met een telefoon en al die digitale apparatuur echt even aan moeten wennen. Maar over het algemeen zijn mensen positief en ik merk dat de communicatie onderling en ook met de wijkverpleegkundige gewoon heel soepel verloopt hierdoor. En de samenwerking met de wijkbegeleiders, is daar nog iets in veranderd met de komst van het digitaal dossier? Ja, we maken nu een gezamenlijk dossier. We zijn nog een beetje zoekende hoe we dat het beste kunnen doen. Maar we stemmen de zorg daardoor goed op elkaar af en kunnen ook van elkaar zien wat je gedaan hebt. Dus soms zit er best wat overlap in begeleiding en verpleging en verzorging. Maar hiermee kunnen we dat zoveel mogelijk voorkomen. En hoe zit het met de klanten? Zijn die ook al helemaal over naar digitaal of wat is daar de bedoeling? Nou, de komende maanden doen we het nog dubbel. Hebben we dus ook nog een map bij de mensen thuis liggen waar de mensen nog in kunnen kijken. Maar langzaamaan gaan we dat steeds meer weghalen bij de mensen en gaat alles over op het elektronisch dossier. En kunnen de klanten en eventueel hun mantelzorgers ook inloggen en meekijken. Wat vind je nou het belangrijkste voordeel voor de klant? Het belangrijkste voordeel is dat de klant zelf in zijn dossier kan meelezen en mee kan kijken, maar ook dingen kan aanvullen. En de klant kan ook zelf bepalen welke mantelzorger er ook toegang krijgt tot zijn of haar dossier. Dus dat betekent dat een dochter of een zoon die in Rotterdam woont, bij wijze van spreken, op afstand ook kan meelezen. En ook makkelijk kan communiceren met de zorgverleners die er komen. Dat is het grootste voordeel.